lokaal. We kijken naar golf. Golfclub Almere Hout is vandaag gastclub voor golfers met een fysieke beperking. Deze wedstrijd is heel belangrijk, want het is de eerste wedstrijd die de Nederlandse Golffederatie organiseert voor mensen met een fysieke beperking. Hier is vandaag ook een NGF-wedstrijdleiding, zowel achter de wedstrijdtafel als referees in de baan. Helemaal opgetuigd als een officiële NGF-wedstrijd. En je merkt aan de spelers dat toch wel een extra cachet aan de wedstrijd geeft. Bovendien is dit het begin van de kwalificatieprocedure voor het EK in oktober in Spanje. Dus iedereen is extra gemotiveerd om het vandaag goed te doen. Een van de deelnemers is Monique Kalkman. Zij maakt deel uit van de Nederlandse aangepaste golfselectie. Ja, Monique Kalkman, natuurlijk sowieso een van de meest succesvolle Paralympische sporters aller tijden, zelfs wereldwijd. Heel veel in tennis bereikt, ook in tafeltennis, Paralympisch goud. Zij is een aantal jaar geleden begonnen met golf en doet het ontzettend goed. Vorige week ook in het EK gespeeld, daar is ze derde geworden. Dus ja, Monique Kalkman is echt een grootheid in allerlei sporten en langzaamaan ook een golf aan het worden. En waarom de golfsport zo aantrekkelijk is voor mensen met een fysieke en verstandelijke beperking, is dat je speelt dezelfde baan. De hole is net zo klein of groot zoals je wilt. Je kunt het met elkaar spelen. Vanaf dezelfde afslag plaatsen, met dezelfde ballen, met hetzelfde materiaal. De bal ligt stil. Dat is een groot voordeel binnen golf. Dus we hebben hier ook vandaag mensen met een dwarslesie aan de start. Waar Monique er eentje van is. Die in een paragolfer zitten. En die middels een soort van automatische rolstoel is dat omhoog kunnen komen. En sommigen slaan de bal met twee armen. Sommigen slaan de bal met één arm zoals Monique. En dat kan in golf. En dat is prachtig. Golfclub Almere Hout, wat is dat voor een club? Dat is een golfclub waar voor iedereen, voor jong en oud, gegolfd kan worden. Als je weer rondkijkt, dan lopen hier nu kinderen van 5, 6 jaar. Maar we hebben ook een 80 plus club. Dat zijn dus 80-plussers. En dan heb je daartussen heb je alles zitten van dames, heren, recreatief, maar ook top. Want we hebben ook een Nederlands kampioen golfer hier rondlopen onder de 18. De heren 1 van Almere de Hout zijn gepromoveerd naar de standaard hoofdklasse. We hebben een mooi seizoen gehad. We hebben gewoon alle wedstrijden goed gespeeld. We hebben eentje gelijk gespeeld, maar dat maakte niet meer zo heel veel uit. Toen waren we bijna al kampioen. En die wedstrijd in de promotiewedstrijd hebben we 13-5 gewonnen. En super gespeeld allemaal, dus dat was een mooi seizoen. Ja, wat ging er vooral goed? Nou ja, de ochtend speel je een dubbelwedstrijd. En die stonden 4-2 voor. Dat was meteen een hele mooie basis voor in de middag. En in de middag speelde iedereen gewoon hartstikke goed. En zagen we eigenlijk heel snel dat we er gewoon goed voor stonden. En toen ook nog de eerste twee singles een punten pakten, was het eigenlijk al bijna zeker, voordat de helft klaar was, dat we al gepromoveerd waren. Dus dat was hartstikke mooi. Een van de speerpunten van het beleid van de golfclub is de jeugdafdeling. Jeugd is heel belangrijk. Jeugd is de basis van je vereniging. Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van onze club is toch rond de 60. En we hebben gewoon aanvoer vanuit de jeugd nodig. En daar is ons beleid ook op gericht. Dat we veel voor de jeugd doen. We zijn door de NGF ook committed to jeugd. Dat is een heel jeugdprogramma. Zodat we op een goede manier met de jeugd opgaan. Met de goede coaches, met de goede pro's. Goede begeleiders. Toptalenten begeleiders hebben we. De school is ook wel leuk voor jongeren? Ja, zeker. Nee, ik zou het echt aanraden voor mensen die nog niet begonnen zijn. De jongens en meisjes die komen steeds vaker hier op de club. En ik zie een van de pro's zie ik al steeds met een steeds grotere groep jongere kinderen lopen. En die hebben heel veel lol met allemaal niet golfenachtige spelletjes. En dat is goed om te zien. Dus dat zeker aanraden. Almere lokaal.